De minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, Sergej Lavrov, is voor een officieel bezoek in Suriname. Lavrov heeft vanmorgen een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yıldız Polat-Biglı. De komst van de Russische minister biedt perspectief op het gebied van onder andere de oliesector en het onderwijs. Na de ontmoeting met minister Biglı heeft Lavrov van gedachten gewisseld met vicepresident Adin over de samenwerking van de twee landen. Het ging voornamelijk over het verstevigen van de bilaterale relatie tussen Suriname en de Russische Federatie. Minister Lavrov zal tenslotte ook een gesprek hebben met president Desi Bouterse.